we staan hier in de eerste schilderijzaal. En deze zaal is heel onlangs gerestaureerd. Een half jaar geleden waren de wanden hier nog wit. Zat er een soort wit rouwfazerbehang op de muren. Waarschijnlijk uit de jaren 60, 70. En we wisten via de archieven dat hier textiel op de wanden zat. En hier zat groen en in de andere zaal zat terracotta. En dat hebben we in beide zalen weer teruggebracht. En hier zit nu een prachtig changeant, veranderend van kleur, groen, olijfgroen, fluweel op de muur. Tegelijkertijd willen we deze zaal ook de oude functie weer teruggeven van de studiezaal. Er zijn allemaal kastjes, eikenhouten kastjes onder de schilderijen. En daarin lagen vroeger alle tekeningen, mappen en prenten. Die lagen daar allemaal zorgvuldig opgeborgen op die planken. Nu kan dat niet meer. Nu moeten die in een klimaatbestendig depot. Dus die liggen heel ergens anders. Maar we hebben wel één kast gereserveerd voor facsimiles. Ik laat hier een voorbeeld zien. Dit zijn op ware grootte, prachtig gereproduceerde tekeningen uit ons bezit. En er is dus één hele kast gereserveerd. En dan kun je dozen vol de mooiste 18e-eeuwse tekeningen, de mooiste Italiaanse tekeningen, ijsgezichten, bloemen, noem maar op, kun je hier allemaal zelf bekijken. En dan kun je als het ware weer je eigen ontdekking doen hier in de studiezaal.